Hallo iedereen, ik ben Jonathan. Ik sta en vandaag van ik weer terug in Unicraft aflevering 43. En waarschijnlijk zien we vanaf nu uh, in mijn rechterbovenhoek hoe dat ik nog een paar Wither heb verslaan. Uh, de, uh, tussentijds, eigenlijk uh, tussen deze afleveringen en die is niet geladen. Voilà. Um, dus ja, ik heb nog wat Wither verslaan. Uh, verslaan. En je kunt misschien zien. Uh, uh, ik ben buiten Range hier. Uh, als we hier gaan, dan mag zien, is dat in orde. Voilà, we hebben enorm veel beacon-effecten in de buurt, dus uh, we kunnen gemakkelijk hier rondlopen. En we gaan minder gemakkelijk doodgaan, dat is dankzij uh, deze beacons hier. Uh, er staan er drie, er is plaats voor zes. Uh, maar ik denk dat je er maar vijf nodig hebt. Of, uh, wacht, hoeveel heb je dan nodig? Zes is waarschijnlijk toch, hè? Ja. Uh, dan heb je alles op maximum. Dus, uh, dus gebeurt er is wat gebeurd eigenlijk tussentijds, uh, tussen uh, de twee afleveringen, want dat is ook een tijdje geleden dat ik nog heb gerecord. Ik denk dat de brug nieuw is, ik ben niet zeker Ik of dat nieuw is, maar waarschijnlijk wel. De beacons is nieuw, want ik heb dat onlangs geplaatst. En um, deze is waarschijnlijk ook nieuw, hier. Um, ik heb een beetje zitten terraformen om uh, een grotere zone te hebben langs de ecopolis. Deze gaat waarschijnlijk nog verhoogd worden. Um, misschien... Een... Nee, nee, hij zit juist op de limiet. Dus uh, hij gaat niet uh, hoger kunnen. Dan gaat zijn brug niet meer zo goed geven. Uh, van deels dus. Maar dus we moeten zien, omdat we dat hier verder gaan terraformen. Deze is tijdelijk, deze gedeelte. Uh, maar ik heb toch al dit hier volledig gedaan. Uh, ik dacht dat, dat dat wel goed zou geven. Um, vervolgens... Uh, ja, Dus we hebben op Terraform. Hier is een nieuwe zone. Uh, Nieuw dingen. Er was er al grotendeels, maar dat was nog niet af. Vooral omdat dat eigenlijk hier hier was een toren die is volledig verdwenen. En nu zit hij in de berg, omdat dat beter geeft. Uh, dus je moet hierin gaan. Uh, eigenlijk is dat een beetje tricky nu, omdat je. Ja. Met speed effect uh, kunt je gemakkelijker missen. Uh, dus hier, uh, deze moet ik nog in uitbrengen beneden. Het uh, was gewoon tijdelijk een beetje opgevuld. Uh, maar dus, deze is de weg naar deze zone. Dus dat is uh, een nieuwe manier om hier te geraken. Het uh, speed-effect is echt wel handig. Je kunt overal door vlammen. Wel oh, leuk. En dus, uh, die lelijke toon was het nu ook weer niet, maar die past er niet bij. Dus. Uh Geeft dat ook weer beter. Spijtig genoeg is de berg daar iets te groot. Maar dat is ook meer een natuurlijke look. Want als je daar een... helemaal plat van maakt, dan is dat misschien ook niet zo goed. Maar dus de acropolis zijn we iets minder goed uh, hieruit. Maar als we verder gaan, waarschijnlijk dan weer beter. En die vines beginnen te groeien. Als... Wat de hell is deze? <laughs> dat is echt huge. Uh, maar dus de acropolis. Uh, de beacons staan er een beetje voor, maar op zich is dat niet erg. Um, wat is er nog gebeurd sinds de vorige aflevering? Um, ja, die, brug, die brug ga ik veranderen, maar die ja, nog niet. Uh, deze moet ik eigenlijk 3 breed maken. Ik heb per ongeluk 2 breed gemaakt. En dan deze gedeelte. Um, ja, er is wel veranderd. De Unicraft is nu in um, Regenboogkleuren ongeveer. Uh, wat dat vroeger niet was. En uh, deze is nieuw, het pad is nog niet alweer. dat is gewoon uh, snelstel uitgegraven dat we toch tot hier gaan kijken. Hier staan nog steeds uh, deze toren, uh, maar... ouch. Uh, hij gaat ook verdwijnen. Hebben we hier nog beacons? Nee. Uh, dus ik ga eigenlijk denk ik ergens hier nog zo'n set van beacons plaatsen dat deze zone ook gebeacond is. Als je dat ook kunt noemen. Dus we hebben deze toren, maar deze is eigenlijk... Uh, uh, niet meer te gebruiken. Je kunt zien dat is als de hoppers zijn van Ik weet niet of dat we nog dat er nog Minecraft's in zitten. Dat zou goed kunnen. Uh, maar eigenlijk moet je nu naar hier gaan. Hier is ook een nieuwe elevator. Dus die moet ik nog neerhalen. Want dat is ook wel werk. Uh, maar hier is dus een nieuwe elevator. Uh, die dus tot een beuvigheid. Uh, normaal gezien geen probleem. Om tot tijd te geraken, Dus uh, dat is weer een handige uh, ding. Bon. Uh, qua design uh, het is nog vrij primitief. Hier echter nietjes is afgesloten. Uh, dat zijn dingen die later zullen gebeuren. Oké, okay, uh, ik denk dat ik een beetje rond ben met wat er gebeurd is tussen de afleveringen. Het is eigenlijk redelijk wat, want het is meer dan een week geleden, denk ik. Ja, dat is meer. Dat ik nog iets heb geweekend. Um, vandaag gaan we iets anders gaan doen. Oh, mijn boos is met een kapot. Ehm. Um, ik ga eventjes hier kutten en al materiaal meenemen om te doen wat we te doen hebben. En ziezo, ik heb heel wat spullen mee, veel over words, gerelateerde spullen en zo. Want vandaag uh, gaan we beginnen aan een project, want dat gaan sowieso meerdere afleveringen zijn. Dat is een beetje veel werk. Uh, maar we gaan weer een uh, mooie farm gaan maken. Uh, het is lang geleden dat we nog een farm hebben gemaakt, uh, maar af, vijf afleveringen geleden of zo. Uh, maar ik dacht, oké, okay, uh, eigenlijk deze is mijn laatste redstone dat er is. Uh, wat natuurlijk een beetje uh, weinig is. Uh, ik heb iets meer uh, redstone eigenlijk nodig. Uh, en ik denk dat ongeveer bij Nils en Sarah het ook leeg is. Want de uh, Wither Farm um, heeft massas redstone opgebruikt. En ik ben één ding vergeten en dat zijn anaphrows. Uh, nee, die zijn niet. Hier liggen Enderpearls. Uh, wat kunnen we missen? Stone is niet zo belangrijk. Uh, acht moet genoeg zijn, hoop ik. Um, <coughs> dus ja, uh, we gaan uh, terug naar de home. Maar op zich gaan we eigenlijk niet daar naartoe. Ik heb ook obsidian en een brick mee. If you know what I mean. Dat is om een nieuwe portal te gaan plaatsen, maar we gaan eigenlijk naar daar. Uh, Dat moet ergens In die regio, uh, in die regio zitten. Ehm, uh, zo, nee, ja, dank u. Uh, we gaan eigenlijk in de swaps, uh, dat moet, ja ik, ja, ik weet niet meer zo goed waar het was, maar ik weet dat het dichtbij de sporen we hadden uh, dat ontdekken, helemaal in het begin, ah, daar is al eentje. Een uh, witch hut, we hebben hier, hier eentje, uh, hadden we bezocht, uh, en... Ik zei dan, denk ik, zoals de aflevering hiervoor, of een paar afleveringen hiervoor: uh, dat we een Witch Farm gingen maken. En dat produceert redstone, wat we nodig hebben voor andere farms. Um, dus eigenlijk gaan we vandaag de basis setup set, uh, maken voor de Witch Farm. Um, Naar daar. Uh, maar ik zoek eigenlijk die da uh, dat. Dat minder land heeft, want hoe minder land hoe gemakkelijker, maar deze heeft niet nog vrij veel land eigenlijk um, ik weet niet omdat er dingen in zitten eigenlijk nee, uh, er zit geen chest in, ik wist al niet meer um, en we hebben ja, denk ik eentje daar uh, uh, al sinds we hebben er vier, dicht bij elkaar uh, ik zei dat al een paar uur geleden, dat is gewoon om een quad witch farm te kunnen maken. Dus daarin, daarin. Uh, ik zoek eigenlijk nog de twee laatste om te tonen. Um, boom, boom, boom. Aha, deze is de meest in het water. En dan heb je er eentje. Uh, daar. Die ook vrij veel in het water zit. Uh, dus die eigenlijk in het water zijn op zich iets gemakkelijker te. Um, Maken, ja, nee, eigenlijk, want je hebt water de grond. Uh, maar je hebt minder land weg te halen. Maar op zich ga je het toch overal moeten uh, weghalen. Je zit ook een chest in. Nee. Um, ja, hoe, het begint nacht te worden. En ik heb geen torches meer. Handig. Um, dus de laatste zit daar. En ik wil eigenlijk iets anders aan het zeggen, maar ik ben het al kwijt. Uh, zat hij. Ja, ik we niet meer waar. Uh, maar dus we hebben vier uh, witch huts, ik ga ongeveer het midden proberen te bepalen uh, Ik moet even de coördinaten hier gaan noteren En uh, nog een elkaar terug. ik ga een kleine platform zetten, een portal setuppen, dat we hier gemakkelijk geraken via de nether En uh, ik denk dat we vandaag vooral een beetje gaan clearen hier in de buurt de uh, farm zelf gaat pas voor de aflevering daarna, of nog daarna, geen idee uh, wat we daarna gaan doen, uh, maar vandaag is een beetje de setup hierbij. Uh, wat ik wel nog wou vertellen voordat we uh, hier eventjes een keer laten is dat uh, er zijn vier uh, witch huts uh, ik heb al gesproken met Niels dacht ik uh, over het feit van, we hebben er vier en we zijn tot nu toe vier spelers op de server bon, ik ben ik nu de enige online maar dat is iets anders we hebben vier spelers op de zuiver En vier, huts, uh, vier Witch Huts. Dus uh, ik veronderstel en hij vond het al geen probleem om een range te maken dat iedereen één van die farms maakt. Want hoe meer uh, witch, uh, witch Huts dat je hebt, hoe beter je weet natuurlijk. Uh, en als je één zone kleert, kun je je zone iets groter maken dan het je direct vier dingen die produceren. Uh, dus uh dus dat is de bedoeling om een huge productie aan redstone en glowstone te hebben. Want glowstone missen we ook enorm hard. Ehm, uh, echt eigenlijk niet goed, want het begint donker te worden. Maar dus ik ga het midden gaan bepalen. Hopelijk niet doodgaan met al mijn spul. Ik ga direct een chest plaatsen denk ik. Met alles erin. Hier zit op super veel cane. maar dat is bijzak Dus tot dan. En we zijn er weer uh, een klein beetje letter. Ik heb ongeveer het midden kunnen bepalen. Dat is ongeveer daar. Uh, ik dacht eigenlijk eerst hier. Uh, maar nou, ja, ik weet niet. Ik vond dat deze en deze heel dichtbij waren tegenover die daar achter die boom. Ja, we zien hem nu niet. En, oop, en die andere die ook iets minder zichtbaar is. Uh, dus ik, ik heb het een klein beetje opgeschoven. Al zou het volgens uh, die mooie wiskunde. Uh, toch hier moeten zijn, uh, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon de extreme coördinaten genomen, dus waarschijnlijk ligt dat daarin dat dat een beetje bizar is uh, qua coördinaten. Maar ik denk dat deze toch meer het midden is. Uh, iets meer opgeschoven naar daar en iets meer naar links, want die is echt vrij ver. Er zit een eentje een beetje uit het vierkant eigenlijk. Uh, maar zwart, uh, we hebben, uh, we kunnen eigenlijk hier naar boven gaan, we gaan dat misschien iets beter zien, maar er uh, ontbreekt hier iets heel moois, en dat is licht. Uh, dus daar is een die, die ene. Die, ik kan die nu niet spotten, maar ik denk dat die daar is. ik ben niet zeker. Ik of, oh ja, op dat eiland. Uh, uh, daar zagen we er juist een, maar die is verborgen achter de bomen en daarin. Maar dus we hebben hier een kleine uitkijkpost, Ik wil gewoon nog wel licht plaatsen. Uh, ik heb ook een portal geplaatst ik heb nog een spullen. mee. ik ga de rest allemaal hier laten liggen en nu vooral eigenlijk kool uh, gaan halen om een beetje alles op te lichten en uh, ik ga zeggen, we gaan oké, okay, direct terug kunnen. in dat deze allemaal een beetje gekleurd is dus ik ga een timelapse uh, starten met, allee, hopelijk uh, als die natuurlijk goed uh, wordt gerecord. want dat kan gebeuren dat dat een beetje verloren gaat uh, dan ga ik alle bomen hier een beetje gaan weghalen uh, Terrafarming waarschijnlijk deels al, uh, ik moet nog zien hoe dat ik het ga doen. Uh, maar het is eigenlijk de bedoeling, je hebt hier zo'n gigantisch grote zone, dat moet eigenlijk allemaal water zijn, dan kan er geen enkele mop hier spawnen. Uh, anders moet je overal uh, slabs gaan zetten, maar ik denk dat overal water toch iets beter gaat geven dan uh, slabs uh, hier op. Uh, dat is om de spawn tegen te gaan natuurlijk. Uh, ik ga als ik uh, deze uh, doe in time ga ik waarschijnlijk gewoon eerst de binnenkant uh, van de witch huts doen. Dus dat we zeggen één grote uh, rechthoek ongeveer, vierkant rechthoek-achtige dingen. Uh, natuurlijk moet dat iets verder gebeuren, maar ik ga beginnen met de binnenkant. Uh, Vooral alle, bo alle bomen al weghalen, dat ga gaat al veel doen, denk ik. En we ik er toch eens dat allemaal is. dus dat gaat heel wat werk zijn. Uh, dus toch, ja, ja, toch iets wat uh, veel werk zal denk ik. En waar komen we terecht? Aan de spawn portal uh, oh, Spawn, niet echt spawn, maar uh, de dichtstbijzijnde En wat ben ik vergeten? Mijn obsidian die daar ligt en mijn briquet Dus ik ga helemaal te voet <laughs> te moeten teruggaan uh, Maar ik ga ook dus de nieuwe portal zetten Dus uh, tot dan, time out En we zijn er weer. Uh, jullie kunnen zien, uh, en u kon het waarschijnlijk zien in de timelapse. Uh, ik ben niet klaar geraakt, omdat dat veel meer tijd innam dan ik dacht. Um, we hebben hier een gigantische zone eigenlijk gekleurd moet worden, en ja, dat, dat neemt iets meer tijd dan ik dacht. Uh, ik heb denk ik vier shovels met efficiëntie 4 uh, compleet naar de zak geholpen. Uh, dus dat is toch vrij veel. En uh, ja, je kunt zien dat er één eigenlijk volledig gekleurd is. Dat is die. Uh, dus grosso modo klaar. Uh, misschien ja, iets verder moet dat daar nog die bomen verdwijnen. En dat kleine eilandje ook. Maar op zich is dat gedeelte klaar. Um, daar gaat sowieso ook nog moeten verdwijnen. Ja, daar rond ook. Ik heb vooral uh, meer het middenstuk geprobeerd uh, om dingen weg te halen. Uh, maar dat is veel meer werk dan ik dacht. Daar heb ik ook heel veel zitten mijnen. Uh, maar ik ga eigenlijk, Bo, deze ga ik nog met de hand afwerken. Of misschien toch een beacon plaatsen Om het sneller te kunnen doen. Maar hier, deze. Deze is een probleem. Uh, dat is een gigantische berg die eigenlijk moet verdwijnen omdat um, het toch beter gaat geven als deze vol met water is. Zoals hier. Uh, gans gecleared. Ik probeer altijd de Little weg te halen. Als ik hier, lang, als ik langs, pas, uh, hier langs passeer aan mij. Uh, maar er zijn er nog altijd veel die overblijven. Uh, op zich die Little Er uh, zijn geen problemen. Die kunnen daarin blijven. Maar ik dacht. Een mooie open vlekte. Waar geen Little in zitten. Zoals hier. Geeft toch beter dan die random plekken. Uh, maar dus. Al uh, uren. Gewoon om een idee te geven, ik heb uh, eentjes kijken. Hoeveel 65 Gigabyte en uh, video van het clearen van hier. Dus ik weet niet hoeveel tijd dat eigenlijk is. Uh, ik heb dan veel shots moeten draaien ook, maar we hebben uh, als we hem graag de tijd wilt aanduiden. Hier 7 minuten, 9 minuten. 3 minuten dat was een korte 3 ook. Uh, hier hebben we 13 minuten, dat is dan, dan weer langer, 6 minuten uh, 10. Uh, maar 2 minuten, dat was ook een korte 5, uh, 4, uh, 3, 2 misschien. Nee, 7 minuten. En de laatste was 4 minuten, dus die ding is uh, gecompileerd. Ik weet niet hoeveel dat, dat in totaal zou zijn. Uh, maar dus jullie hebben juist de uh, timelapse gehad van deze. Dus de dan gaat weer onder. Um, dus dat was toch wat werk. Deze ga ik dus een andere keer moeten weghalen. Dus zo, allee, alle bomen zijn al weg. Uh, toch die dan in de weg zouden staan om het bouwen van de farm uh, te, uh, te verhinderen. Dus ja, uh, dat is al in orde. Uh, en nu ja, uh, het bouwen van de farm, dat gaat nog wel werk zijn. Uh, zeker vast eigenlijk. Ik ga gewoon hier een paar beacons moeten gaan plaatsen. Omdat dat toch gemakkelijker gaat zijn als er beacons in de buurt zijn en uh, moet ik ga nog iets vertellen hmm, even nadenken het gaat weer donker worden uh, mijn armor heeft ook hier heel nou, veel afgezien door de mobs die op mij afkwamen we um, kunnen zien dat die vrij ver is maar nu zien we ze allemaal, dat is al beter die is de verste uh, die is vrij dichtbij en die is ook al iets ver dus ik denk dat dat punt toch goed gaat zijn maar Swat, uh, we zijn een beetje rond. We gaan elkaar laten. Een kleine like of comment is welkom. En we zien elkaar in de volgende aflevering. Tot dan!